In het kader van de viering van 46 jaar Srividentie is vanmorgen een aantal Surinamers gedecoreerd die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor land en volk. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat de decoratie dit jaar zeer bijzonder is, omdat de gedecoreerden zich ondanks de moeilijke situatie in ons land toch extra hebben ingezet voor land en volk. Vooral de tijd waar was land kampen met de nog heersende COVID-19 pandemie, economische problemen en ook de klimaatverandering komt erbij kijken. Ook heeft deze regering zware en soms impopulaire maatregelen moeten nemen die weliswaar de ontwikkeling en gezondmaking van ons land bijzonder dienen, maar die toch pijn doen bij velen en ook u voelt de pijn en desondanks heeft u zich dan bijzonder ingezet. De gedecoreerden Robinson en Bolassing spraken een boodschap uit in het kader van 46 jaar stadkundige onafhankelijkheid. Iets waarmee ik leef is Fusabipe Yego, Imusabipe Mopo. En dat geldt voor iedere burger, om te weten waar jij naartoe gaat als mens, maar zeker ook weten als land, als we willen weten waar we naartoe gaan, is het goed om even terug te kijken, hey, waar waren wij en waar zijn wij op dit moment en hoe verder kunnen wij nog gaan. Dus Fusabipe Yego, Imusabipe Mopo. Ik zou de mensen willen vragen en adviseren om niet te veel naar achteren om te kijken. Laten wij leren uit de fouten die zijn gemaakt. En laten wij eensgezind als Surinamer naast elkaar hand in hand verder gaan om dit prachtig land op te bouwen. Wij gaan ervoor, wij moeten ervoor waken en wij moeten ervoor zorgen dat dit land een paradijs wordt. De decoratieplechtigheid vond plaats in de achtertuin van het presidentieel paleis.